Welkom bij 42 Actueel met deze week de volgende onderwerpen. We beginnen met gemeentenieuws. Vanaf donderdag 2 februari is de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders weer op sterkte en kan er weer hard gewerkt worden aan alle beleidszaken in onze gemeente. De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners meedenken over de plannen van de gemeente. Op de site van de gemeente vindt u informatie over hoe u dat het best kunt doen via het participatieplatform wijzijndribbelen.nl. In de gemeenteraadsvergadering van 2 februari is over de verlenging van de zendmachtiging voor Omroep Drimmelen gesproken. De huidige machtiging is geldig tot 22 april. De gemeenteraad heeft op verzoek van het commissariaat voor de media de aanvraag tot verlenging behandeld. De raad zal als uitkomst van het debat hierover positief adviseren aan het commissariaat. De kern van het gemeentelijk advies richt zich op de vraag of het programmaaanbod van de omroep representatief is. Daarvoor is het van belang dat onder andere maatschappelijke en culturele aspecten in het aanbod zijn opgenomen. Het wachten is nu op het besluit van het commissariaat. De gemeente Drimmelen verstuurt in de komende dagen de belastingaanslag voor het legen van de afvalcontainers over het jaar 2021. Ook mensen die met hun afvalpas afval aanbieden, ontvangen een aanslag. Door administratieve fouten is die aanslag over 2021 slechts voor een beperkt deel van de ledigingen verstuurd met de WOZ-aanslag 2022. Eind februari ontvangen alle inwoners hun WOZ-aanslag 2023 met de aanslag voor het restant van de ledigingen van de afvalcontainers van 2022. En het gebruik van de afvalpas in dat jaar. Drimmelen hanteert het DIFTAR-systeem. Dat houdt in dat er geen vast tarief is voor de inzameling van GFT en restafval. Je betaalt voor iedere lediging van de afvalcontainer. De container wordt gescand bij een lediging en inwoners krijgen de rekening voor het aantal geledigde containers na afloop van het kalenderjaar. Op de achterkant van de aanslag staan de data van de ledigingen. In de Meiboom in Made organiseert Carnavalstichting de Meijenaars weer 4 avonden een jeugddisco. Men is nog op zoek naar vrijwilligers die het jeugdcarnaval op vrijdag, zaterdag, zondag of maandag mede mogelijk willen maken. De avonden worden gehouden van 6:45 tot 11:00. U kunt zich aanmelden bij Cultureel Centrum de Meiboom. Op vrijdag 10 maart doet SWO mee aan NL Doet. NL Doet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. SWO, die dit jaar hun 25-jarig bestaan viert, wil actief deelnemen. Zo gaat men met het bestuur de medewerkers, vrijwilligers en geïnteresseerde inwoners minimaal 25 klussen uitvoeren bij mensen thuis. Denk hierbij aan samen op de koffie bij inwoners, samen groene vingers kweken, helpen in de tuin van inwoners die dit zelf niet meer kunnen of kunnen betalen en samen een klusje klaren. Alle activiteiten starten vanuit de centrale plaats in de gemeente. Na afloop komt men bij elkaar om na te praten over de dag onder het genot van een hapje en drankje. Doe je mee of wil je graag dat men je bezoekt? Ken je iemand die je hiermee blij kunt maken? Ga dan vooral naar de site van SWO Drimmelen voor meer informatie. Ieder jaar rondom Koningsdag is er de zogenaamde lintjesregen. Een lintje is een koninklijke onderscheiding voor iemand die bijzonder verdienstelijk is geweest voor de samenleving. Kent u iemand die volgens u een lintje verdient en woont diegene in de gemeente Drimmelen? Informeer dan bij de gemeente Drimmelen hoe u iemand voor kunt dragen voor de lintjesregen in 2024. U kunt dit doen tot uiterlijk 1 juni 2023. Marcel Raafs, een van de stuwende krachten achter Omroep Drimmelen, werd door Prins Carnaval en de Raad van Elf in Made compleet verrast met een onderscheiding. Tijdens het bezichtigen van een van de carnavalswagens die momenteel gebouwd worden, kreeg hij de versierselen omgehangen die horen bij ridder in de Meesche Leut. Zo stond Marcel één keer voor de camera in plaats van erachter.
Uiteraard heeft Omroep Bremeren daar beeld van. Dat is iemand die altijd voor, na en tijdens carnaval aanwezig is met zijn camera. Dus één ding weet Marcel nog niet. Marcel, wil jij van deze kant op komen alsjeblieft? Kijk eens, naast jou staat iemand. Ik denk een top vrijwilliger op de Mei, maar zeker ook voor ons mooie carnaval. Dus daarom mag ik jou ridderen in de orde van de Meisje Leut. Marcel, wij Prins Thomas de Eerste, bij de gratie van de zotheid, Prins der Mijners en Mijnerinnekes, ridder in de orde van de Meisje Leut, de schermheer van alle meisjeskapellen, verenigingen en beste jijnen. En dit was dan weer 42 Actueel. Na deze uitzending staat een aantal andere leuke onderwerpen voor u klaar. 42 Actueel wordt op werkdagen om 10:30 en 11:30 ochtends ook uitgezonden op Omroep Drimmelen Radio. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. Wij zien u graag weer volgende week.